En goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 16 juli 2017. Er ligt een internationaal strafhof rechtszaak tegen de Nederlandse Vereniging voor Bankdirecties. Dat is een club die Klaas Knot, het parlement, de koninklijke familie en de bankdirecteuren, de financiële wereld, helpt bij het boven de wet houden van bankdirecteuren. Voor hen geldt hetzelfde. Als een bankdirecteur weet dat parlementsleden de rechterlijke macht opdracht geven om burgers te laten vernietigen, dan is dat een oorlogsmisdaad. Dus ook bankdirecteuren mogen niet deelnemen aan de oorlogsmisdaden van het parlement en de koninklijke familie. Dat doen zij wel. En ik ga dat nu stoppen. Ik ben nu echt begonnen met de grote schoonmaak van Nederland. Dictator Mark Rutte speelt met mij een machtsspelletje. De hele wereld weet dat er in Nederland een regimewijziging moet plaats hebben, want we hebben echt een natieparlement. En Mark Rutte en alle anderen sturen het aan op meer geweld. We hebben zo'n gewetenloos parlement en zo'n gewetensloze lobby in Nederland, dat het de elite echt helemaal niet interesseert wat er met het volk gebeurt. Dus terrorismeaanslagen interesseert er niet. Een nieuwe financiële crisis die nu wordt aangemaakt en die ik al kan zien, interesseert hen helemaal niets. Dus het is gewoon tijd voor de grote schoonmaak. Volgens de letter van de wet is Nederland een republiek sinds 18 november 2016. De grondwet Republiek Nederland is rechtsgeldig. Republiekswetten zijn rechtsgeldig. Het volk kan zelf de bureaucratie opschonen. Het volk kan zelfs op eigen initiatief cao's veranderen. En een totaal andere werkwijze eisen bij gemeente en provinciehuis. Het volk moet het zelf doen. Ik kan niet alles in mijn eentje. Ga aan de slag. Dag.